op het zichzelf direct veilig spelen. Chris, dat wordt nu heel erg lastig. Hè? Hoe groot is de teleurstelling dan eigenlijk na deze wedstrijd? Ja, enorm groot. Ik bedoel, we hebben de laatste 3 wedstrijden al gewonnen. En ja, we zaten er wel redelijk goed in, moet ik zeggen. En dan kom je hier bij Groningen. Ja, je weet, Groningen doet het ook niet heel erg bijzonder. Ze zijn ook een beetje in de regionen dat het nog spannend kan worden. Ja, en dan hoop je wel op een goed resultaat, ja. Directe concurrent was het eigenlijk. Hè? En het gekke is, jullie begonnen eigenlijk heel goed in de wedstrijd, vond ik, met druk op de bal. Groningen deed dat ook. Maar ja, nagenlang de wedstrijd vorderde, raakten jullie de grip een beetje kwijt. Hoe kwam dat? Nou, ik vond dat we wel heel snel eigenlijk de grip kwijtraakten in de wedstrijd. En ook niet het gevoel dat we echt heel goed in de wedstrijd zaten. Niet het gevoel wat we hiervoor, de voorgaande wedstrijden hadden. Dat we echt goed druk konden zetten op hun verdediging. En dat ze gedwongen werden tot lange ballen. En dat wij dan ook de tweede ballen zouden hebben. En dat zat er vandaag niet in. En ja, hoe dat komt, ik weet het niet. We wilden heel graag dat wel. Maar misschien positioneel stonden we niet altijd even goed. Ik zag ook een paar keer in de eerste helft dat ze... Ja, dan zijn we zo druk met aanvallen bezig dat we balverlies leiden. Ja, en met 2 passes komen ze door heel ons midden heen. En dan kunnen we met 3 verdedigers achter de bal rennen tegen wat aanvallers. Dus ja, ik denk dat we gewoon vandaag gezamenlijk een off-day hadden. Gewoon. Wat waren de verhalen in de rust dan? Ja, dat we wat meer ballen moesten gaan tonen. Want ik bedoel, zij vlogen er veel meer in. Speelden veel harder die duels. Wij waren een beetje soft daarin. En ja, daardoor hadden zij ook het overwicht en de grip op de wedstrijd. En wij totaal niet. Dus de trainer vroeg ons vriendelijk maar duidelijk... dat even wilde omdraaien. Ja, het werd wel een beetje meer een vechtwedstrijd de tweede helft. Maar dat leidde ook tot irritaties, tot gele kaarten. Met name voor jullie kant. Uiteindelijk worden Afdijay en Shaheen ook gewisseld. Ik dacht van, misschien dat we gaan deze wedstrijd toch niet meer winnen. Of bang voor rood. Hoe komt dat? Nou, we gaan deze wedstrijd toch niet winnen. Zo staan wij er niet in. Want je ziet aan het einde, als wij de 2-1 nog maken en wij proberen nog het een en ander, dan kan die 2-2 altijd vallen. Dus dat was niet de gedachte. Alleen ja, Shaheen was geblesseerd in de rust. Dat wisten we wel. Is ook een temperamentvolle speler. Dus ja, we hebben nog nodig de aankomende wedstrijden. Dus misschien dat in het achterhoofd zat. En ja. Dus jij is ook redelijk temperamentvol volgens mij? Ook redelijk, ja, inderdaad. Dus ja, misschien. En die zat ook niet zo heel goed in de wedstrijd. Dus ja, dan maakt de trainer keuzes en grote. Vers bloed in en hopen dat die het verschil kunnen maken. Ja. Jullie blijven dan gevaarlijk, het blijft spannend. En dat komt met name eigenlijk door jouw aansluitingstreffer. Je zei voor de wedstrijd gekserend tegen mij, je moet er zo voor Chris Koem hebben. Want sinds die erin staat, hebben we 3 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En nu ga je ook al goals maken. Ook nog. Als dat nog gaat gebeuren, dan... Ja, zit er goed in. Niet zo makkelijk, hè? Nou ja, ging hem omhoog, dus ik moest hem wel zo nemen. Maar uiteindelijk kan ik wel heel leuk scoren. En hij zit er ook heel mooi in, maar ik heb er niet zo heel veel aan. Ik had liever niet gescoord en 3 punten gehad, of een punt. Maar ja, het is een mooi doelpunt. Met links ook nog, zie ik dat goed? Je bent bijna tweebenig. Ik ben bijna tweebenig, dus dat is geen probleem, nee. In de slotfase, en dat vind ik wel typisch Roda. Op de een of andere manier, we hebben bijvoorbeeld de wedstrijd bij AZ gezien, van jullie kunnen soms een wedstrijd een uur weggespeeld worden, en op de een of andere manier knokken jullie je toch weer in het duel. Het is bijna nooit dat jullie kansloos wedstrijden verliezen. Nee, ik weet dat wij gewoon blijven moeten proberen, want we staan onderin en... Elk punt is een punt en de opgeven heeft voor ons totaal geen zin. Het is misschien zo als je veilig gespeeld hebt en voor niks meer speelt, dan kan je misschien denken van het is een verloren wedstrijd. Maar wij staan onderaan, dus wij moeten wel. En het woord opgeven zit er nou niet echt in bij ons, nee. Is het nu weer meer naar plek 18 kijken dan naar plek 15? Nou, wij willen niet zo graag naar onder kijken, we willen alleen naar boven kijken. Dus natuurlijk hou je dat wel in gedachten en je weet dat het allemaal zo nihil is en dicht op elkaar dat alles kan gebeuren. Er zijn al een paar wedstrijden en we kunnen 18e eindigen of we kunnen veilig spelen. Dus alles is nog mogelijk. Daarom moeten we gewoon hier wel onze een wijs les uittrekken en gewoon weer op naar de volgende wedstrijd. Gaan we zien. Dankjewel, Chris. Simon, Robert Molenaar is al bij ons.